Goedemiddag ook vanuit de nok van het stadion. De afzuigkap normaal gesproken, maar die afzuigkap is dicht. Heeft alles te maken met het warme weer. Dan denk je misschien waarom het dak dan dicht doen. Nou, dan dient het als een soort van zonnescherm. Zo heeft Ajax zelf ook gecommuniceerd. Fans kunnen gratis bekers halen op de toiletten. De bekers met water te vullen. Alles om hier de hitte te bestrijden. Want ruim boven de 30 graden is het ook hier in het stadion in de Johan Cruijff Arena. Aanvoerder Joey Pelupessi meldt zich bij Nijhuis. Hij staat erin, net als de 10 anderen die vorige week ook speelden tegen Volendam. 2-0 voorsprong weggegeven door Groningen. Strand Larsen was erbij en scoorde. Dat geldt ook voor Cyril Ngonge, die bij de goal van Strand Larsen de assist gaf. Bergwijn sterk fysiek en kan meteen uithalen en doet dat vernietigend. En zo heeft Ajax minder dan 5 minuten nodig om de openingstreffer te produceren. Hij scoorde al in de Johan Cruijffschaal, Bergwijn. Het was een echte beauty. Dit is vooral heel sterk gedaan. Opening van Alvarez op Anthony. Rens. Tadic. Het is druk daar. Dan moet Strand Larsen het sprintduel aangaan met Blind. Die is beduidend sneller. En geeft hem hier ook goed af op Ngonge. Kan Ngonge ook schieten? Dat kan hij zeker. En daar is de gelijkmaker. In de 10e minuut. Cyril Ngonge. Net iets meer dan 1 wedstrijd Eredivisie. 1 assist en 2 goals. Het is een beetje een alles of niets speler. Maar in dit geval is het alles. In samenwerking met Strand Larsen, die wel heel makkelijk daar Blind eruit liep. De vrijheid had wachten op de aansluiting die er dus kwam. 1 kapbeweging is Wijndal te machtig en het schot pasveer dus ook. Tadic had toch heel veel tijd om open te draaien. Vindt Anthony dan ook makkelijk. Anthony! Oei, 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 wat mooi! Maar is het ook effectief? Nou, voor een doelpunt niet, maar dat was echt weergaloos. Maar dat is echt ongelooflijk. Dan mag je ook voor het schot gaan, ook al is dat schot dan niet goed. Makkelijk voor Verrips. Anthony. Op het dak van het doel van Verrips. Het is verschrikkelijk heet hier in de Johan Cruijff Arena. Dan geldt er even geen dresscode meer. Alvarez. Best wat ruimte bij Anthony. Rens trekt de ruimte en Anthony haalt uit. Op wat voor manier zeg. Hij heeft het echt op zijn Braziliaanse heup op het moment. We zagen natuurlijk al die geweldige actie van hem. Waar geen doelpunt uit voortkwam. Die actie verdiende dat eigenlijk wel. Eigenlijk verdiende die actie dit doelpunt. Maar het is in tweeën gesplitst. Dat kan natuurlijk ook. Tadic, Bergwijn, Taylor. Het sterke lichaam van Brobbey. En dan had Bergwijn daar de 3-1 binnen moeten schieten. Het was een aanval uit het boekje. Anthony glipt daar toch weer tussendoor. Meta had al zo'n verschrikkelijke middag. En daar is niet de 3-1 via Taylor. En ook niet via Brobbey. Anthony. De kopbal die door Verrips niet meer te pakken is. En dan maakt Bergwijn er 3-1 van. In de laatste officiële minuut van de eerste helft. Tegen zoveel wapens valt door Groningen niet op te boksen. En dan heb je ook nog kanonnen op de bank zitten. Het is een wilde die zijn weerga niet kent. Tadic. Bergwijn. Kan voor het schot gaan. En dat schot gaat erin. En zo gaat dat wel heel makkelijk in een vrij rustige openingsfase van die tweede helft. Maar maakt Bergwijn zijn derde, is de hattrick dus compleet. Bergwijn kapt en schiet. Anthony, paasje op Taylor. Heel even waren ze Taylor kwijt achterin bij Groningen. Maar Balker niet voor het eerst in deze tweede helft. Belangrijk met de sliding op de bal.
Robbie op Taylor en daar is nummer 5. Timber, Robbie en Taylor. Dat is de drietrapsraket waarmee Ajax hier zijn 5e treffer kan produceren. Wijndal. En Tadic, gaat hij ook nog scoren? Hij heeft net iets te veel tijd nodig en de bal schiet iets te ver van zijn voet. Robbie dan misschien? Nee, ook niet. Verrips. En die heeft er toch een aantal uitgehouden, hoor. De bal springt van zijn voet. Tadic had daar nog een doelpunt kunnen maken. Abraham. Voorzet van Berghuis. Komt bij Luca. Nou, hier is hij voor gehaald. Ruim 2 meter. Dan moet je kunnen koppen. Berghuis. Via het achterhoofd van Mata. Er wordt nog gekeken of het dan toch hens zou zijn en niet het achterhoofd van Mata. En blijkbaar heeft Edwin van der Graaf dat beoordeeld in Zeist. En zou dit dan toch hens zijn? Ja, dat zou zomaar kunnen. Berghuis zag het. Was de eerste die het appel richting de scheidsrechter liet zien. En zou nu dus ook eens gelijk kunnen gaan krijgen. Ja, de beweging van het hoofd zegt ja, oké. Omdat het moet. Hij doet het echt met tegenzin, Nijhuis. Maar ja, hij kan hier ook niet omheen. Mata raakt die bal gewoon met de arm. Berghuis achter de bal. En de 6-1 voor de Amsterdammers. De tegenstander van vandaag kon te weinig tegenstand bieden. En Ajax liet bij vlagen heel mooi spel zien. Flitsende acties van Anthony. Mooie aanvallen. Mooie doelpunten. Met als hoogtepunt voor de Amsterdammers de hattrick van Steven Bergwijn. Zijn eerste in de Eredivisie. En Wormoed moet zijn wonden likken. Hij had hem vast al ingecalculeerd, deze nederlaag. Maar qua cijfers zal hij toch hard aankomen.